In de lounge van het hotel wachtte ik de komst van Michelle af. De situatie was in feite bizar, want ik zou me in extenso bezighouden met het onderzoek naar het geheim dat schuilging achter de verschijningen en de mysteries van de FEC. Doch mijn gedachten weken telkens uit naar een haventje dat Michelle heette, en dat terwijl ik de afgelopen avond nog goede voornemens had gemaakt. Plotseling viel mijn oog op een vetgedrukte kop in de krant die op het tafeltje voor me lag. Fatima voorspelde de bekering van Rusland. Verbijsterd las ik dat het artikel was geschreven door onze correspondent H. Archik. Dit was nogal verwarrend, want Michelle en ik gingen ervan uit dat Harold geen journalist meer was en als dekmantel voor de FEC in grafstenen deed. Het artikel was oppervlakkig en voor een breed publiek geschreven. De strekking was als volgt. In Fatima, Portugal, is de maagd Maria in 1917 enkele malen aan drie kinderen, Lucia, Jacinta en Francisco, verschenen. Daarbij heeft ze de kinderen drie geheimen medegedeeld, die het lot van de wereld en de mensen aangaan. Het eerste geheim gaat over de hemel en de hel. De kinderen hebben daarvan visioenen gehad. Het tweede geheim voorspelt het einde van de Eerste Wereldoorlog en de komst van een tweede oorlog. Die zal worden voorafgegaan door een groot teken aan het hemelgewelf. De meeste onderzoekers denken dat het hierbij gaat om het noorderlicht in de nacht van 24 op 25 januari 1938. Het tweede geheim voorspelt de kinderen verder dat Russia zich, na de toewijding door de paus aan het onbevlekte hart, Maria dus, zal bekeren en dat het christelijk geloof weer in alle vrijheid beleden zal kunnen worden. Hij beschreef vooral ook de gebeurtenissen op 13 oktober 1917, toen 70.000 mensen getuigen waren van het zogenaamde zonnewonder. Ondanks de stromende regen op die dag brak plotseling de zon door de wolken en wierp met zijn licht alle kleuren van de regenboog over de aanwezigen. Daarna begon de zon te tollen en leek het alsof hij zou neerstorten op de mensen. Dit herhaalde zich enkele keren. Het artikel besloot met een alinea die de lezers ervan moest overtuigen dat met het wegvallen van de Sovjet-Unie in 1995 ook dit geheim in vervulling was gegaan. Het wachten is dus alleen nog op het derde geheim, waarvan de inhoud nooit werkelijk is geopenbaard. In 1960 verklaarde paus Johannes de 23e het geheim niet te willen openbaren en hij schijnt te hebben opgemerkt dat het niet voor zijn pontificaat was bestemd, maar voor een latere paus in de 20e eeuw. Uiterst merkwaardig is het feit dat in 1960 kardinaal Ratzinger, die later tot paus Benedictus de 16e werd verkozen, een van de weinige personen is geweest die het derde geheim van Fatima hebben gelezen. Geheel verdiept in het artikel had ik niet in de gaten dat Michelle in de stoel naast me was gaan zitten. Hoi, patertje. Gelukkig, Michelle, dat je daar bent. Heb je nog kunnen slapen? Nee, niet echt. Maar ik heb vannacht nog wel enkele boeken doorgenomen en nog wat op het internet gesurfd. Ik liet haar het artikel lezen en sprak mijn verwondering uit dat Harold dit geschreven had en waarom speciaal over het zonnewonder en de verschijningen in Fatima. Wat wil hij hiermee bereiken? Zou het iets met de FVC van doen hebben? Ik weet het niet. Het lijkt me een goed idee om eerst eens wat meer te verdiepen in de geheimen van Fatima en de omstandigheden waaronder ze in vervulling zijn gegaan. Hoe denk jij daarover? Bedoel je dat we vandaag niet naar de Graaf Delver gaan? Inderdaad, we moeten eerst beter zijn geïnformeerd. Harold zit momenteel toch in Jeruzalem, dus we hebben tijd genoeg. Laten we dan maar naar mijn appartement gaan. Een half uurtje later zat ik achter het bureau van Michelle en schreef enkele notities in een bloknoot. Michelle, ik heb je gisteren verteld dat het getal 286 waarschijnlijk een mysterieuze band heeft met Fatima. Je weet dat 13 oktober de 286ste dag van het jaar is en 7 x 286 jaar een periode van 2002 jaren. Ja, ga verder. Nu, ik ontdek zojuist nog meer vreemde coïncidenties, namelijk de verschijningen in Fatima zijn in het jaar 1917. Neem 3 x 28,6 jaar, dan is de uitkomst daarvan 85,8 jaar. Tel je dit getal bij 1917 op, dan is de som 2002,8.
Ik glunderde en wist op dat moment niet dat het slechts een voorspel was op de dingen die zouden komen. Waarom 3 maal 28,6, Hugo? Bijvoorbeeld omdat er 3 geheimen zijn. Of omdat 3 een heilig getal is in de christelijke leer, de 3 heilige eenheid. Er zijn nog wel meer redenen. En omdat het natuurlijk wel toevallig is, precies 2002. De boodschap van Mesnil Val was toch dat het getal van Fatima de sleutel tot het geheim is? Nou, eigenlijk dat het derde geheim zich in getallen zal openbaren. Maar goed, het getal van Fatima is 13. Herd wist dat en hij liet blijkbaar een verband met het getal 286, dat volgens jou de zogenaamde afwijkingsfactor van de piramide van Cheops is. Dat is helemaal juist. Michelle liep intussen naar de keuken, opende de koelkast en vroeg me de ogen even te sluiten en de mond wijd open te houden. Als een klein jongetje zat ik in mijn stoel te wachten. Ik hoorde haar naderen en toen ze vlak bij me stond, rook ik de geur van fruit. Ze drukte een cakeachtig iets dat naar kersen smaakte in mijn mond en beval: bijten! Ik beet er voorzichtig in. Daar hou je toch wel van? Ik heb ze vanmorgen nog gauw even gehaald. Dank je! Het smaakt heerlijk! Ik vond niet alleen de cake onweerstaanbaar. Michelle begon me steeds meer te intrigeren. Luister Hugo, ik heb vannacht nog enkele uurtjes besteed om na te gaan welke feiten verweven zijn met het getal 13. Vandaag zouden we kunnen proberen om dit getal te koppelen aan het getal 286. Niet alleen cijfermatig, maar bijvoorbeeld ook door symbolen met elkaar te vergelijken. Om je op weg te helpen zal ik je een foto laten zien die is genomen in de zogenaamde koningskamer in de piramide van Cheops. Ze liep naar de boekenkast en pakte een groot boek met de titel Egypte, land van piramide. Op de betreffende foto was de granieten sarcofaag te zien. De stenen kist stond excentrisch in de donkere ruimte en bezat geen deksel. Eén van de hoeken van de sarcofaag leek beschadigd te zijn. In de toelichting bij de foto stond dat er al bij de eerste onderzoekingen door archeologen geen deksel is aangetroffen en de tombe waarschijnlijk nooit heeft gediend als grafkamer voor farao Cheops. Sommige Egyptologen kenden aan de sarcofaag een meer symbolische betekenis toe, namelijk het symbool van de opstanding uit de dood. Dat is ook de mening van de schrijver van het boek De Stenen Spreken. Stel dat deze symboliek waar is en bedoeld om de mensheid een geheim te openbaren, dan krijgt ook de fictieve tijdschaal in de piramide meer betekenis. Volgens de schrijver van der Vecht eindigt deze schaal in het jaar 2001 of 2002. De verborgen boodschap kan zijn dat het in beide jaren de in het Oude en het Nieuwe Testament voorspelde tijd aanbreekt, waarin de opstanding van de doden plaatsvindt. Met andere woorden, het einde der tijden. Ik was met stomheid geslagen en dacht na over een analyse. Maar veel tijd gunden ze me echter niet. Als een enorme spraakwaterval ging ze verder. Nu naar de verbinding tussen het Nieuwe Testament, Fatima en het getal 13. Jezus was als 13e persoon bij zijn leerlingen. Hij is uit de dood opgestaan. In de betekenis van het eeuwenoude kaartspel, de tarot, is het. Je kent de tarotkaarten toch? Ik knikte bevestigend. Dit was een kaartspel dat al mogelijk duizenden jaren werd gebruikt om de toekomst te voorspellen of het verleden te verhelderen. Via de Egyptenaren en de oude Arische culturen kwam het spel tenslotte met de Zigeuners in Italië, waar het in de late middeleeuwen heel populair werd. In de jaren 60 van de vorige eeuw gingen de hippies ermee aan de slag en tegenwoordig leeft het nog binnen de New Age beweging. In die betekenis is getal 13 synoniem met de dood, maar ook met de wederopstanding. Neem bijvoorbeeld de 13e kaart van de grote Arcana, de belangrijkste kaart in het spel. De dood hier is de betekenis van een levende transformatie. De ziel die op weg is naar een eeuwig leven. En dan niet te vergeten het 13e hoofdstuk uit de Apocalypse, dat ons misschien wel dichter bij Herod Ashik brengt en waarin wordt gesproken over het beest, de antichrist. En zijn getal 666. Merkwaardig toeval, vind je niet? Michel, je hebt geweldig werk gedaan. Ik hoop dat we er vandaag nog het een en ander aan kunnen toevoegen. Oh ja, en wist je dat op de grootzegel van de Verenigde Staten van Amerika, dat op de achterzijde van het 1 dollar biljet gedrukt is, een piramide is afgebeeld met 13 treden? Ja, inderdaad.
Het is een piramide waar de topsteen, de apex, boven zweeft. Evenals de piramide van Cheops, die ook geen topsteen heeft. Dus Hugo, we kunnen stellen dat het getal 13 een bijzondere rol speelt en een overgang of transformatie aangeeft. We moeten nu nog zoeken naar de relatie tussen 13, 286 en Fatima. Ik heb zojuist een kleine berekening gemaakt. Het tweede geheim van Fatima kondigde de Tweede Wereldoorlog aan. Het begin van deze oorlog zou worden voorafgegaan door een teken aan de hemel. Het einde van die oorlog was exact 28 jaar na 1917. Het tweede deel van dit geheim betreft de bekering van Rusland. Wat ik me afvraag is of ook de vervulling van dit geheim in 1989 is voorafgegaan door een teken aan de hemel. Je bedoelt zoiets als een enorm poollicht? Ja, of een ander fenomeen. Ik kan me nog wel vaak herinneren dat het dit voorjaar van 1989 een poollicht te zien is geweest in Europa. De kranten hebben er vol van gestaan. Weet je dat zeker? Wat is zeker? We kunnen in het archief van de Daily News Spot misschien nog de kranten opsporen, waarin van deze Aurora Borealis melding is gemaakt. Ik weet niet of het wel zin heeft. Het lijkt mij te ver gezocht. We kunnen nooit nauwkeurig genoeg zoeken. Het obscure verbergt zich achter grote geheimen. Kom, drink je thee op. Dan gaan we jouw werkgever bezoeken.